zie hier een deel van de garage en van de wagens die hier stonden. Dat is compleet verloren. Ja, dat is compleet verloren. In ieder geval deze zijde aan de linkerkant. We zijn op dit moment vol ingezet om de uitbreiding naar appartementencomplex aan de rechterzijde. En ook het gedeelte waar veel oldtimers staan. En daar zetten we op dit moment vol op in. Ja, want het is een garage en aan de andere kant zit er een museum, hè? Ja, dat klopt. Veel oldtimers. Dus dat heeft ook onze prioriteit om in ieder geval die waarde van die voertuigen te behouden. Hoe groot is de schade hier binnen? Wat stond er hier binnen? Ja, in ieder geval wordt gesproken over meerdere voertuigen. Er wordt gesproken over meer dan 30 voertuigen. Dus je mag aannemen dat die schade enorm is. Er zal straks door de verzekeringsbedrijven bekeken worden hoe groot dat die schade uiteindelijk zal zijn.